Weet je wat het is met al die hippe transkolompjes? Het punt is niet dat ik beledigd ben of gekwetst. Eerlijk gezegd raken ze me niet meer. Het punt is dat ze dat al lang geleden hebben gedaan. En dat mijn pijn nu komt van al het gif dat ooit naar mij is binnengespoten. En waar ik nu een gevecht tegen lever. In therapie. Dat is wat er gebeurt. Het is niet beledigend. Het is schadelijk. Het is gif wat heel langzamerhand, stukje bij beetje, elke keer opnieuw ingespoten wordt en daar zijn werk doet. En bij mij is dat al lang geleden gebeurd, niet met kolompjes, maar op alle andere manieren waarin mensen mij vertelden dat ik geen vrouw kon zijn. Nooit rechtstreeks. Maar het was wel de boodschap die ik heel duidelijk binnenkreeg. En het gebeurt nu opnieuw bij alle jonge trans- en non-binaire mensen. Het is niet beledigend. Het is schadelijk.